Astrid, Monique en Elke. Jullie kennen Robert M., want hij werkte in 2005 bij de naschoolse opvang waar jullie kinderen op zaten. En dat is dus ruim voor de periode dat hij werkte bij het Hofnarretje. Laten we dat even vaststellen. Vandaag waren de advocaten van Robert M. in de weer met het pleidooi. En op een enkele zaak na vinden ze dat hij moet worden vrijgesproken. Ik neem aan dat jullie dat gehoord hebben. Wat was je reactie daarop? Ja, onbegrijpelijk. Dat zou iets alleen al verzinnen. Alles is bewezen, al die beelden. Hij heeft zelf bekend. Dus ik vind iets onbegrijpelijks dat dat kan gebeuren. Het hoort een beetje bij het proces, hè? Ja, dat besef ik ook wel. Maar het wordt allemaal wel heel erg veel. Eerst die wraking en dan weer dit. En elke keer die uitvluchten zoeken om aan zijn straf te ontkomen. Ja. Nou, we hebben vaak aandacht besteed aan deze zaak. Ja. En vorige week zat hier het hoofd van het Openbaar Ministerie, ja, althans de hoofdofficier van Justitie in Amsterdam, Hofstee. En die zei het volgende in onze uitzending. Hij heeft verklaringen afgelegd over meer dan 67 kinderen, over uiteindelijk 87 kinderen. Maar van die 87 zijn er 86 op de telastenlegging van hem terechtgekomen. Daar heeft hij gedetailleerd over verklaard. Maar hij heeft ook duidelijk gemaakt dat hij, ik weet niet precies hoe hij het zei, maar misschien weet u het wel, ik ben eigenlijk een soort bibliotheek en er zijn nog veel meer boeken die je eruit zou kunnen halen. Ja, dat is één verklaring die hij heeft afgelegd. En dat is vandaag aan de orde gekomen naar aanleiding van de vraag die we heel vaak krijgen. Is er nou nog meer dan wat u heeft kunnen blootleggen in het onderzoek? En dan moeten we eerlijk zeggen, dat weten wij niet zeker. Er zijn een paar kleine aanwijzingen dat hij in de jaren daarvoor, voor 2006, wellicht zich aan misbruik zou hebben schuldig gemaakt. Zijn computer over die jaren was gecrashed, dus daar zijn geen beelden van. Ja. Wat dachten jullie toen je dat zag? Ja, ik kreeg schrik om mijn hart, want toen hij ze had over meerdere boeken en dat de computer gecrashed was met alle gegevens. Toen dacht je plotseling aan de situatie dat hij nog als vrijwilliger werkte bij de naschoolse opvang. Hoe goed kende je Robert M? Nou, eigenlijk heel goed. We zijn vrienden geworden met Robert en met Richard. Hoe is dat ontstaan? Mijn zoon die zat op de naschoolse van de school, waar die werkte als vrijwilliger. Hoe oud was je zoon toen? Die was toen 5 jaar. En die had, die heeft ADHD, was een druk mannetje. En Robert die zei eigenlijk vrijwel meteen al dat ze elkaar leerden kennen. Van nou, daar kan ik goed mee omgaan. En, tegen wie zei hij dat? Tegen mij. En mijn zoon werd inderdaad ook rustig bij hem. Dat viel ook op. En ja, en toen kwamen we een beetje vaker in gesprek. En toen begon hij op een gegeven moment over het feit dat hij een cadeautje voor mijn zoon had gekocht. Want die werd jarig. En daar ging hij een beetje over op zitten scheppen, want het was een heel duur cadeau en dat had hij op internet gezien. En op een gegeven moment kwam hij ook later, weer een paar dagen later, vertellen hoe duur het cadeau was geweest. En zo zat hij zich eigenlijk een beetje op te dringen om op de verjaardag van mijn zoon te komen. Voelde dat als opdringen of vond je het eigenlijk ook Nou, ik vond het een beetje opdringerig, ja. Maar toch, omdat mijn zoon goed op hem reageerde, dacht ik van nou, het is ook wel leuk als hij erbij is. Dus hij is op de verjaardag van mijn zoon. Dus hij kwam ook thuis? Ja, bij mij thuis. Ik kook bij hem thuis. Je mocht hem eigenlijk wel graag, hè? Ik mocht hem graag, Wat kun je een beschrijving geven van wat je toen voor hem dacht? Nou, echt een hele lieve jongen die echt heel erg veel om kinderen geeft. En hij was ook altijd bezig met de kinderen. En hij zat altijd op zijn schoot. Hij was echt altijd, en vooral met mijn zoon was hij erg bezig. Was hij vaak met jouw zoon alleen eigenlijk? Thuis of op school? Nou, allebei. Hij is een aantal keren alleen met mijn zoon geweest, ja. Niet... Zowel thuis als op school? Nou ja, op school is het moeilijk na te gaan. Maar school zegt dat Robert nooit alleen op een groep heeft gestaan. Nou, ik kan heel veel getuigen oproepen dat dat absoluut niet waar is. Dat hij wel alleen voor een groep heeft gestaan? Absoluut alleen voor groepen gestaan. Ja. En dat kunnen heel veel ouders ook erkennen. Dat heb ik ook nagevraagd. En thuis was dat dus ook het geval? Dat hij af en toe alleen met je zoon was? Hij heeft 1 keer opgepast. En, dat was, en het gebeurde ook. Ik was vrij ziek toen. En dan ging hij douchen. En bracht hij hem naar bed. En dat soort dingen. Ja. En hij ging altijd met ons mee naar zwemles. Want mijn zoontje zat toen op zwemmen. En hij wilde heel graag mee, want dat vond hij wel heel leuk. En in dat zwembad waren grote paskamers voor verschillende kinderen. En mijn zoon die wilde op een gegeven moment niet meer bij andere kinderen in een paskamer. Die wilde alleen.
En dan zat ik met Robert beneden een kopje koffie te drinken. En dan gingen we, mocht ik buiten een sigaretje gaan roken. En dan ging hij afdrogen en aankleden. Ja, je sluit er nu steeds je ogen bij als je eraan moet denken. Nee. Maar in die tijd had je geen enkel vermoeden. Nee, ik zeg steeds de naam van mijn zoon. Oh. Daarom doe ik me op. Ja. Maar goed, je had toen geen vermoeden van wat er soort belangstelling hij ook nog zou kunnen hebben voor je zoon. Nee. Sprak hij zich daarover uit? Zei hij van, wat een leuke zoon heb je toch? Ja. Of andere dingen. Wat zei hij dan? Dat hij van hem hield. En dat hij gewoon echt stapelgek op hem was. Dat hij van hem hield. En dat hij van alles met hem wilde doen. Weggaan bedoel ik dan. Hoor. Ja, goed. Ja. Ik heb geen kinderen en ik weet dus ook niet hoe dat werkt. Maar is het raar als iemand van een kinderopvang zegt, ik hou van je zoontje? Nou, we waren op een gegeven moment best wel close geworden. Omdat hij ook heel veel vertelde over zijn jeugd in Letland. En ja, ondertussen had ik ook Richard leren kennen. Dus het werd ook best wel echt een vriendenband. Richard is de man van Robert, hè? Ja, ja. Dus het was eigenlijk gewoon een bevriend stel geworden bij jullie thuis? Ja, klopt. Richard kwam niet bij ons thuis. Ja, die is wel een paar keer bij ons thuis geweest. Maar hij was dan om Robert op te halen of iets dergelijks. Maar wij hebben bijvoorbeeld kerst bij Robert en Richard gevierd, mijn zoontje en ik. Alleen jullie? Ja, of waren er nog heel veel andere mensen? Nee, wij alleen. Merkt u iets van aan veranderingen bij uw zoon? Ja, hij had sowieso ADHD en was al een moeilijk jongetje, maar hij kreeg in die periode, en dat kan ik ook zien aan de tijdlijn van alle verslagen, kreeg hij hele extreme gezichttics. Hij begon heel erg met tics. En heel dwangmatig. En hechtingstoornis. En een hele hoop problemen kreeg hij. Wat is een hechtingstoornis in dit geval? Niet gehecht meer aan jou dan zijn? Of, bang om zich te hechten. Ja. Ja. Dit is Robert, is dat bij jou thuis? Bij mij thuis. Dat is bij jou thuis, ja. Een lieve jongen, als je hem zo ziet. Ja, dat is het, hè. Hij, als je hem zo ziet, denk je, ja, lieve jongen, hij was 22. Ja. En ik mocht trouwens niet op de naschool zeggen dat ik privé met hem omging. Ik mocht ook niet zeggen dat hij een homo was. En dat van hij hem getrouwd niet? Was. Nee. Dat wilde hij niet? Dat wilde, want privé met je werk mixen, dat vond hij dan niet helemaal kunnen. Even terug naar je zoon. Want je zei, aanvankelijk was het zo dat je zoon ADHD, druk, rustiger werd van Robert om je heen. Ja. Dus dat je dacht, nou, okay. Fijn. Fijn, kon hem een beetje goed helpen. Ja. Kennelijk kwam daar dus een kentering in. Ja, want het was met kerst ook dat dat we binnenkwamen bij hun thuis. En dat hij op een gegeven moment ging ik Richard groeten. En ik heb mijn zoon eigenlijk niet zo opgelet wat hij deed. En toen op een gegeven moment was Robert heel boos of stuurs, of die zei geen woord meer. We gingen daar kerst vieren, dus je denkt gezellig. Hij heeft zeker 2 uur zijn mond dichtgehouden. En toen bleek dus later dat hij boos was omdat mijn zoon bij binnenkomst Robert niet had gegroet zoals hij hoopte dat mijn zoon hem zou groeten. Hij voelde zich afgewezen. Hij voelde zich afgewezen. Hoe groette jouw zoon hem dan normaal gesproken? Ja, toch altijd wel knuffelig. En hij was sowieso al een knuffeltje. En dat vond Robert natuurlijk ook wel heel leuk. Dus blijkbaar had uw zoon bij hem trok. En, blijkbaar had uw zoon besloten dat dat op dat moment eigenlijk niet meer zo leuk was. Nou, dat weet ik dus eigenlijk niet. Hij begon minder te knuffelen in die periode. Dus ja, dat weet ik eigenlijk. En dat was een soort omslagpunt? Nee, toen kwam hij later op de avond, kwam hij met heel veel trots, kwam hij zijn gyropas laten zien. Want in die periode, ik weet niet of dat nog kan, maar toen kon je foto's op je gyropas laten zetten. En hij had een foto van mijn zoon op zijn gyropas laten zetten. En toen ging bij u toch niet een lampje branden? Toen, natuurlijk. Ja, toen was eigenlijk de maat al een beetje vol. Wat zei u toen? Nou, toen op dat moment nog niet eens iets. Want het was natuurlijk allemaal al een rare toestand daar. Want ik heb met Richard staan koken in de keuken. Dus hij is ook nog een tijdje met mijn zoon alleen in de kamer geweest. En, maar ik vertelde dat tegen mijn omgeving. En zeker tegen moeders en vaders van school. En die zeiden allemaal, nou, dit is niet normaal. Het werd te dat intiem. Is niet normaal. Men vond het te intiem. Ja, maar ook dat familie zit niet eens foto van zo'n kind op een gyropas. Laat staan iemand. Heeft u toen het initiatief genomen om er een einde aan te maken? En hoe heeft u dat gedaan? Gestopt. Per e-mail, zo laf was ik dan ook nog wel.
Maar ik heb wel een reactie terug gehad. Die was heel omslachtig en heel vaag. Dat hij... Ja, ik weet het niet zo goed. Maar in elk geval, ook van zijn kant was het een beetje over. Ja, daarna dat ik die e-mail van hem heb gehad... kwamen we nog tegen op school en hij bekeek ons niet meer. En uw zoon ook niet? Nee. En hoe reageerde uw zoon er zelf op? Toen u zei tegen uw zoon op een bepaald moment... oom Robert of Robert, ik weet niet, hoe noemde u hem eigenlijk? Gewoon Robert. Robert komt hier niet meer langs. Of dat wil ik niet meer hebben? Of zei u dat niet? Nee, dat heb ik met hem toen niet besproken. Maar er was toen een hoop gaande met mijn zoontje. Hij was ook in de hulpverlening. Dus dat hield ik ook wel een beetje bij hem weg. Hij zat in de hulpverlening, uw zoon? Ja. Vanwege die klachten die u net noemde? Ja. Als onthecht en... En dwangmatigheden en die tics. Hij had echt hele ernstige gezichten. Maar Robert had ook zonder mijn medeweten auditie... of een brief geschreven naar Praatjesmakers. Naar het NCV-programma? Ja. Hij wilde dat... toen is mijn zoon ook uitgenodigd voor de audities. En uiteindelijk ook uitgekozen voor de uitzending. Ja. En daar zie je ook al die tics op zijn gezicht. Ik heb het gezien. Uitzending. Ja, het is echt heel zielig. Ja. Deze filmpjes die wij hier hebben liggen... het doorgezaagde meisje. Een talententuinvoorstelling. En we hebben er nog één. Wat staat hier? Brazilië. Spartelvijvervoorstelling. Dat zijn filmpjes die gemaakt zijn door Robert. Ja. Want hij was een... u begrijpt ook wel, het zou ook onzin zijn. Anders lagen ze hier natuurlijk niet op tafel. Dit heeft niks met porno of wat dan ook te maken. Nee. Dit zijn gewoon... De uitvoeringen die voorstellingen die op school gemaakt werden. En Robert liep kennelijk altijd met een camera rond, of vaak? Ja, altijd had hij een camera bij zich. Ook bij u thuis? Ja, dat denk ik wel. Laten we straks over praten wat er gebeurde toen u dus op de televisie zag... wat er bij Robert N. van verdacht werd. Want toen kwam er natuurlijk toch in uw hoofd het een en ander los. We gaan eerst even naar Monique. Jij werkte op de naschoolse opvang. Dat klopt. En heb je dus Robert M. als vrijwilliger meegemaakt. Wat deed jij zelf voor kinderen daar? Ik was activiteitenbegeleider. En wat voor activiteiten deed je? Ik deed de circuslessen. Ja. Dus waar Robert M. van gefilmd heeft? Ja, precies. En wat was jouw beeld van Robert M. en de collega's? Hoe dachten die over hem? Nou ja, op zich is het een beetje een vreemde snuiter... Maar daar kan je iemand niet op beoordelen. Nou ja, zoals ik net die foto zag, denk ik... Ja, het was gewoon ook een hele lieve jongen... die heel oprecht van kinderen hield. Zo voelde het ook, zo voelde dat. Hij vond het ook heel leuk om te doen en te helpen en alles. En we werkten ook heel veel samen. We hadden dan bijvoorbeeld 10 lessen. En dan aan het eind van die lessen hadden we een voorstelling... en dan deden we samen de muziek. Hij kwam ook bij me thuis, ik bij hem thuis... Ik liet hem trouwens nooit alleen met de kinderen, maar dat doe ik sowieso niet. En we praten ook best wel. En dan was er iets opvallends aan zijn gedrag? Dat je, en zeker later dacht, ja, nou, dat had ik moeten zien. Op dat moment niet, want ik vind dat het best wel moeilijk om iemand zomaar te beoordelen. Omdat hij een beetje anders is of whatever. Dus nee, maar op een gegeven moment vond ik wel... Kijk, mijn doel was om die kinderen allemaal lekker te laten spelen. Dat is mijn doel. En ze moeten niet bij iemand steeds op schoot zitten. En dat gebeurde wel. Hij had altijd een kind op schoot. En dan zei ik altijd, laat hem nou lekker spelen. Oké. Daar dacht ik nog verder niks bij. Op een gegeven ogenblik vond ik een trui. Ik zei, jongens, van wie is deze trui? En dan rook hij eraan en dan zei hij, dat is van die en die. En dat vond ik zo raar. Daar dacht ik ook nog niks bij. Maar op een gegeven ogenblik, toen... mijn dochtertje ging altijd met me mee, want die vond het natuurlijk leuk. En dan mocht ze altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen. En dat deed ze ook. En toen kwam er een vriendje van ons mee. En 's avonds belt Robert mij op en vraagt aan mij over die naam, die ik nu niet ga noemen. Is dat een jongens- of meisjesnaam? Ik zeg, nou, het kan allebei in dit geval. Ja, hij zegt, ik maak een namenbestand, heb ik in mijn computer, met jongens- en meisjesnamen. En ik vind het leuk om daar namen aan toe te voegen. Dat vond ik ook al raar, maar goed, oké, kan. Ieder zijn hobby. Hij zegt, maar weet je nou heel zeker dat het een jongetje is? Ik zeg, ja, dat weet ik, want ik ken dat kind. Maar heb je zijn piemeltje ook gezien? En toen ging bij mij echt
Mijn maag keerde gewoon om. En toen begon u door te krijgen dat het misschien een beetje een klef iemand was, om het zachtjes uit te zeggen. Ja, ja, ik denk, dit klopt niet. Zo'n vraag stel je niet. Dat is klopt er, niet. Is er, want dat wordt toch misschien een belangrijke vraag in dit gesprek. Is er door u of door uw instelling melding gemaakt? Ik heb hier 3 dagen mee rondgelopen. Ik vond het ontzettend moeilijk. En ik vind dat het heel moeilijk om mensen te beoordelen. Dat doe ik ook niet. Geen vooroordelen hebben. Maar ik heb 3 dagen gedacht, nee, ik moet gewoon naar mijn onderbuikgevoel luisteren. En dat is gebeurd. U bent gegaan? En ik ben gegaan naar mijn leidinggevende met 2 dames. En ik heb gezegd, ik moet dit gewoon zeggen, want er klopt iets niet. Dus de leiding van dat kinderdagverblijf? Van de naschoolse... Van de naschoolse opvang was, ja, op de hoogte van... Absoluut. Ik heb Hoe reageerden ze daarop? Toen u zei, want ik neem aan dat u met dit soort voorbeelden kwam. Als met ja, ik heb gewoon zien, gezegd en ruiken aan kleren. Precies, ik heb dit verteld. Ja. En ze hebben gezegd van, nou, ik begrijp wat goed dat je het zegt. En we gaan hier op letten. Is er een gesprek geweest met Robert op dat moment? Ik weet verder helemaal niets meer. U heeft daar nooit iets over gehoord? Niks meer. U heeft ook niet gedacht, als er een spoor van verwijt in de stem doorklinkt, is dat ongemeend. Maar van, ik moet misschien ergens anders nog aan de bel trekken. Bij de politie of waar dan ook. Nee. Maar... Want ik heb... Ja, dit kan je toch ook helemaal niet bedenken. Nee. Dit is beyond. Ik heb dit niet kunnen bedenken. Ik heb gewoon gedaan wat ik voelde, wat ik moest doen. En ik neem dan aan dat zij professioneel genoeg zijn om daar iets mee te gaan ja, doen. Ja, en kennelijk is dat niet gebeurd. Denk het niet. Nee. Elke. Je hebt ook een kind op de naschoolse opvang gehad. Ja. Is die ook door Robert M. benaderd? Was het een van zijn doelen ook? Want hij koos kinderen uit, hè? Ja, nee. Ik heb het nog wel voor de zekerheid gevraagd aan mijn kind. En ook de foto laten zien, omdat het natuurlijk heel veel in het nieuws kwam. Wat hij ook gewoon zag. Dus ik denk, als hij hem herkent en er zou iets gebeurd zijn, dan schrikt hij daar heel erg van. Dus we hebben erover gepraat. Ik heb hem de foto laten zien. Hij zegt nee. En hij was ook een heel gesloten kind. Dus uw zoon is waarschijnlijk niet het slachtoffer geweest van Robert nee, M. Denkt u dat de zoon van Astrid dat wel is geweest? Ik hoop het heel erg van niet. Maar? Hoewel heel veel tekenen wijzen op het tegendeel. Astrid, heb je wel eens met je zoon over gesproken? Ja. Ja, ik ben bij de politie geweest. En dat was op de dinsdag nadat zondag het bekend werd. Ja. En toen heb ik mijn verhaal verteld en foto's ingeleverd. En toen zeiden ze, nou, we willen niet dat uw zoon inlicht. Want misschien willen we hem nog horen. En we willen dat hij dan schoon in het verhoor terechtkomt. Ja. Dit is net op het moment dat dat bekend werd via opsporing verzocht. En dat hele gedoe, dit is die man. En toen wist u van, hé, dat is dezelfde Robert als met wie ik kerst vier. Ja, de politie heeft gezegd tegen u, hou uw zoon stil. Ja, want dan wil ik hem eventueel horen. Maar ik heb nooit meer wat gehoord. Sorry? Sorry, ik heb niets meer van de politie gehoord. En heeft u ze zelf nog wel eens gebeld? Ik heb zelf een aantal keren gebeld, ook met Elke samen. En het was op een gegeven moment kreeg ik wel de opmerking van de politie. Ja, we gaan u niet bellen als we uw kind met kleren aanvinden. Nou, dat vond ik al geen opmerking. Op materiaal, beeldmateriaal. Ja, sorry. En op een gegeven moment waren we 3 maanden verder. En toen heb ik toch mijn zoon benaderd. En die zei, die ken ik zeker nog wel. Want ik mocht als enige altijd op zijn schoot zitten. En ik vond hem altijd heel erg lief. En toen begon hij heel hard te huilen. En toen wilde hij er niet meer over praten. En toen heeft hij ook die nacht in zijn bed geplast. En wilde daarna niet meer over Robert praten. En praat u heeft uw zoon nu contact met psychologen over dit soort... Ja, het is weer allemaal op gang gekomen, ja. Want het was toen al, maar nu weer ook in dit geval wordt er ook onderzocht. Ja. Monique, toen jij dat hoorde, wat er allemaal bekend werd van Robert M., wat dacht je toen? Nou, wat zo grappig was... Ik ben in 2006 gestopt. Ik heb hem jaren niet meer gezien. Af en toe kwam ik hem wel eens tegen. En hij stuurde me ook altijd kerstkaartjes. Maar hij was out of my life. En op een gegeven ogenblik, vorig jaar hoor ik dus dat nieuws. En ik hoor zedendelict Amsterdam. En het eerste wat ik dacht, was dit is hij. En toen hoorde ik de pijp. Ik denk, dit is hij. Ja, de woonbuurt, hè? Waar dat... Ja, precies.
En toen zag ik zijn foto. Ik dacht, het is niet te geloven. Dus mijn intuïtie klopte. Ja. Ja. En de intuïtie was, is die nu eigenlijk, want dat is natuurlijk toch een vraag die centraal staat. Nu we weten van Robert M. wat we weten en wat hij bekend heeft. Mm-hmm. Gaan jullie er nu van uit dat in elk geval de zoon van Astrid ook het slachtoffer is geworden? Vinden jullie dat dat in elk geval nog nader onderzocht moet worden? Of zeg je, het is te lang geleden? Ik vind dat het zeker nader onderzocht moet worden, omdat school alles in de ontkenning gooit. Is hij gevraagd, want hij, Robert M. Dus, is Robert M. gevraagd over de relaties die hij onderhield met uw zoon? Ik ben bij de politie geweest om aangifte, om dat verhaal te doen. En toen ben ik later gegaan om aangifte te doen, wat uiteindelijk niet gebeurde. En er was Elke bij. En toen hebben ze een stuk uit het verhoor voorgelezen met Robert. En toen heeft Robert gezegd van, ik was smoor verliefd op mijn zoon. Ja. En de moeder had wat problemen, maar ik heb niets gedaan met hem. En dat gelooft u? En dat geloof ik niet. Dus u denkt wel dat hij wat gedaan heeft? Ik denk dat zeker, ja. Want hij heeft als je al zo'n stoornis hebt en je ziet een jongetje met een blote piemel. Mm-hmm. Want die heeft hij gegarandeerd gezien. Want als hij het kind aankleedt naar zwemles of onder de douche zit, dan kan ik me niet voorstellen dat hij met zo'n... Je kunt je natuurlijk afvragen, hij heeft zoveel bekend, hè? Waarom zou hij dit dan ook niet bekennen? Nou, het is zo, op dat moment zei de zedenpolitie ook, hij heeft al 35 gevallen bekend. En daarom geloven we hem. En die 35 gevallen waren zo gruwelijk. Dus omdat hij alles had bekend, geloofde het. Later bleek, werd het 50, werd het 63, werd het 80, werd het 87. Dus hij had nog lang niet alles bekend. Stel nou dat wat u verteld heeft, hè? U heeft het aan de leiding verteld. Ja. Stel dat de leiding op haar beurt naar de politie of wat dan ook was gelopen en dat gezegd, had dan niet een hele hoop ellende voorkomen kunnen worden? Heel erg. Dat is wat me zo stoort in het hele gebeuren. Ik bedoel, voordat hij überhaupt naar Nederland kwam, zat hij al vast voor dit soort dingen. En hij heeft al een verleden. En nadat hij bij deze school was, is hij nog op verschillende plekken werkzaam geweest. Er is totaal geen overkoepelende... Hoe zeg je dat? Coördinatie geweest. Precies. Maar even voor alle duidelijkheid, u heeft het gezegd aan de leiding. Absoluut. De leiding is daar niet mee naar justitie of wat dan ook gelopen? Denk ik niet, nee. Blijkbaar? Nee, want ze zeggen, ook dat er niets is gebeurd. En ik weet ook van een moeder en ik moet haar hier buiten houden. Mm-hmm. En die zegt dat er ook daadwerkelijk iets is gebeurd met haar zoon op die school. Ja. En daar is ook een klacht. En de directeur toen de tijd, die zei van, ah joh, maak je niet druk, we vergeten dit. En dat is op papier gezet en dat moet misschien nog ergens zijn. We hebben ze gebeld, naar aanleiding van uw verhaal. En de naschoolse opvang zegt dat ze geen klachten hebben ontvangen in die periode. Dat is dus in ieder geval niet waar, want u heeft die klachten al gedaan. U komt ook met klachten. En dat ze dus geen vermoeden hebben gehad van misbruik. Kijk, het zou best kunnen dat degene waar ik het aan heb verteld... Dat die het misschien weer niet hebben doorgegeven aan iemand anders. Precies, dus dat zou kunnen. Ja. We moeten, want we naderen een afronding. Mm-hmm. Eén element is dus dat had niet dat gemeld toen het gemeld werd. Hè, wat is ermee gedaan? Dat zal misschien nog iets uitkomen. Het andere is natuurlijk nog veel belangrijker. Uw zoon en hoe moet het daar verder mee? En wat wilt u eigenlijk nog? Want wat zou u het liefst willen? Nou, ik in al die tijd heb ik me niet echt gehoord gevoeld. Omdat ze het allemaal zo afdeden. En het natuurlijk met alle respect voor de politie en zeker voor de ouders van het Hofnarretje. Maar het draaide ook echt alleen maar om het Hofnarretje. En als ik de school noemde bij de politie, werd het gewoon maar constant weggeveegd. En dan hoor je dat er meer boeken zijn, dat de computer uit die tijd is gecrashed. Dus waarom? Hij heeft dus alleen maar bekend waar het materiaal van is. Ja. Hij heeft niet dingen bekend waar geen materiaal van is. Ja. Nou, als zijn computer is gecrashed, en er zou het op hebben gestaan, kan hij het toch makkelijk ontkennen. Wat zou u willen? Ik zou heel graag willen dat ze gewoon school gaan onderzoeken en de directeur, die destijds alles onder het tapijt heeft geschoven, dat die gehoord gaat worden en dat de mensen zoals Monique en Elke, mensen die allemaal wat te vertellen hebben, dat die gehoord worden en dat misschien door deze aflevering ook mensen naar voren durven te komen. Want heel veel ouders durven niet naar voren te komen. Laten we dat hopen. En we vinden het in elk geval erg dapper dat u heeft deelnemen aan dit gesprek.